Koning Willem-Alexander van Nederland zal een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de rol van zijn eigen familie in de koloniale geschiedenis. Het onderzoek zal worden geleid door Gert Oost-Indië, oud-hoogleraar koloniale geschiedenis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het onderzoek 3 jaar duren en wordt uitgevoerd door de Universiteit van Leiden, schrijft de NOS vandaag. Voorouders van de koning hadden naar alle waarschijnlijkheid zelf tot slaafgemaakten en via de West-Indische Compagnie betrokken bij de transatlantische slavenhandel. De aankondiging van koning Alexander is de laatste ontwikkeling in de recente verwikkelingen in het licht van excuses voor het Nederlands slavernijverleden. Vandaag vertrekt de voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden, Johan Rozer, naar Nederland om op 8 december in het Katshuis in Den Haag opnieuw in gesprek te gaan met premier Rutte. Ook Armand Zunder van de Nationale Reparatiecommissie reist af. 2 weken geleden werd bekend dat Rutte van plan is om op 19 december excuses te maken voor het slavernijverleden. Maar daar zijn de Surinaamse organisaties het niet mee eens.